Afgelopen weekend was het Goffertstadion het toneel van een echte bekerfinale. Voor het oog van 1500 toeschouwers gingen de A1-elftallen van NEC en Vitesse de strijd aan in een duel dat uiteindelijk door de Arnhemmers gewonnen werd. Ik denk dat het een redelijk gelijkwaardige wedstrijd was. We kwamen heel snel op achterstand. Dat bepaalde wel een beetje het spelbeeld ook. Goed in de wedstrijd snel teruggekomen vond ik. Een hele hoop kansen gecreëerd de eerste helft. De tweede helft, toen ebbte het steeds meer weg. Het geloof ging een beetje uit het team. De vermoeidheid nam toe. Maar goed, we zijn blijven strijden tot het einde. Ja, zo zie je het. Dat we eigenlijk de hele wedstrijd door met als team goed doen strijden voor elkaar. En dan word je beloond in de 90ste minuut. Dus we wisten wel dat het een keer zou vallen. En dat gebeurde in de 90ste minuut. Ik ben ook ontzettend trots op mijn team. Ik heb ze het net ook verteld. Kijk, het gaat er uiteindelijk ook om dat je elkaar, of je aan het eind van de rit in de spiegel kan kijken. En ik vind dat we er echt alles aan hebben gedaan vandaag. Vitesse heeft een budget, geloof ik, van 3-4 miljoen voor de jeugdopleiding. Wij doen het met 6 ton. Ik heb 3 spelers die zijn weggestuurd bij Vitesse. Speler die is weggestuurd bij Utrecht. Wij hebben minimale middelen en hebben dit jaar gewoon het maximale uitgehaald. En daar ben ik gewoon enorm trots op. Ik vond dat we scherp begonnen aan de wedstrijd. Alleen, en dan wordt een handsbal gemaakt, wordt niet gefloten. Volgens zit die bal. Dat is wel valt wel tegen. Alleen, we pakken ons goed terug. Daarna krijgen we nog kansen vanaf de zijkant. Die maak je dan niet. Ja, en dan maak je 90 plus een verdiende goal, vind ik. Kom je terug op 1-1. En dan scoor je de 2-1 verdiend. En dan zo'n klunnig tegengoal ligt die weer bij ons erin. En ja, penalties, loterij. Normaal winnen ze, maar dit keer was het tegen.